Ja. Maar de meeste pakken ons gewoon en doen we door met dat. Ja. Dus hier hebben ze het lieve van Pons. Ja. Dan probleem bij Liesbeth was dat de laatste week natuurlijk dat meeste bestelde. Ja, dat nu kan iedereen weer het hele jaar aan de sectie zetten, maar dat liep niet snel. Maar wie is dat idee eigenlijk afgekomen van het thema van de secties? De bouwers. Ja, ja. De 160 jaar. Helemaal die evaluatie, nou ja. En de begonnen bouwers, zeg maar. Die bepaalde hebben we nog wel. Die sturen wel weer iets om. Ja, dat moet ook. Ja, maar dat thema er nu zo aan verbinden en zo nadrukkelijk. Dat is natuurlijk nog het eerst eigenlijk. Ja, nou, Andy Jorn was sinds de toegepist. Ja, dus het, en meer voor zichzelf het thema, maar nu is het thema voor iedereen. Hè. Dat is heel leuk thema dit. Ja, dat ja, is zo. Iedereen kan wel mee. Ja, 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 vooral de oude lui, of de ouderen, die hebben dat wel meegemaakt. En die jonge lui, die kennen ook heel nostalgische gevoelens op. De jonge lui vindt het ook heel leuk, die muziek en zo. Teta Brilletje, dat had je nog liggen ergens of dat had je nog bewaard? Ja, ik heb het bewaard. Ja, ja. Maar hoe vind je het? Ja, schitterend. Hoe vind je het gebeuren dan in Brilvoort tot nu toe? Fantastisch. Zonder die komt erdoor. Het is allemaal leuk verkleed. Het gevoel dat we terug in de tijd zijn. Ja. En zie ik hier in Brilvoort als je rondkijkt. En het hele stadje doet mee hè, met dit gebeuren. Prachtig. Erg leuk. Ja. Ik kan er straks nog afknippen. Ja. En we zijn echt verweken in de schrift van Dropski, die met de popgroepen en zo. Hè. Johan, hoe vind je het hele idee van de jaren 60? Ja, ik vind dat geweldig, want dat roept natuurlijk nostalgische gevoelens op. Alleen ja, dit vak de tijd heb ik niet meer helemaal over kunnen doen. Ik had vroeger haar in de staart op mijn rug en ja, nou is het hoofd een beetje naar voren geschoven. Dus dat haar is in verhouding wat weinig geworden. Hè. Nou ja, maar niet gepoogd om een pruik in bezit te krijgen dan? Ja, maar ik zit meestal de bokkenpruik op in. En de gewone pruik, dat wil ik maar niet meer doen. Nou ja. De bokkenpruik? Ja, ja. Bee, dat is kap. Ja. En dat bevalt nog steeds Roy, die outfit van jou? Ja, ik heb hem gisteravond uitgedaan, ik ben een beetje koud buiten. Ja, de moesje waar, ik heb hem nou net weer aan. Het zonnetje schijnt, dus laten we hopen dat het heel lastig blijft. Ja, maar dan moet je niet langer gaan doen. Ja, dat we een mooie dag maken. Ja, ik heb Thank you.
morgenmiddag in Bergen, morgenavond. Komt jullie alweer terug, wat dat betreft. Het is wel heel erg leuk. Voor hoeveel mensen brood heb je? Kleine 600 mensen. Ja, ja. En dat is voldoende, denk je? Ja. Ik ben wel een heel goede.
Fantastisch. Bredevoort. Bredevoort was eigenlijk al wel redelijk beroemd als boekenstad. En vroeger was het ook al wel beroemd omdat we natuurlijk hier gondelvaart hadden. Maar als dit zo doorgaat, dames en heren, jongens en meisjes, dan moet ik u zeggen, dan wordt het nog een keer wereldberoemd. Want Bredevoort schittert is een fantastisch evenement. Gisteren hebben we een heel mooi feest gehad met elkaar en vandaag is het weer heel mooi begonnen. Net geen regen, het heeft even gedreigd, maar het is goed gegaan. Iedereen die het programma heeft gezien, en ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat hier iemand binnen is die het programma niet heeft gezien, heeft kennis kunnen nemen van 71 items. Gaat een beetje hard. 71 items, nou dat zegt iets. En als je daar dan naar kijkt, dan is het op het basis van het thema de 60e jaren, is er enorm uitgepakt. Een feest voor jong en oud, voor iedereen. En eigenlijk kun je zeggen, Bredevoort beweegt. Vroeger was het een beetje een statisch evenement, maar nu beweegt alles. En dat doet het niet alleen hier, dat doet het in de theatervoorstellingen, bij de kunst en ook bij de muziek. En laat het ook in beweging blijven. En Bredevoort leeft. En dit evenement leeft. We kunnen er eigenlijk van uitgaan dat dit evenement draait op 1400 vrijwilligers. 1400 inwoners van het stadje Bredevoort. Die doen allemaal mee. En daarom kun je eigenlijk zeggen, iedereen doet mee, niemand blijft thuis. Het is een feest van heel Bredevoort. En Bredevoort schittert. Het is niet alleen dat het schittert met de lichtjes, maar het heeft ook een schitterende uitstraling. Het is schitterend en spetterend. Een evenement dat de gemeenschapszin in Bredevoort opnieuw weer aanwakkert. Nieuwe impulsen. En als je kijkt wat er in de wijken, in de buurten gebeurt, dan is dat fantastisch. En ik wil u ook nog graag, wanneer u dat niet hebt gedaan, uitnodigen om te gaan naar al die plekken in Bredevoort waar iets te doen is. En vergeet daarbij vooral ook de wijken niet. De routes en de tochten komen overal langs. Het evenement is inmiddels ook zodanig uitgegroeid dat u eigenlijk met één dag dit niet kunt zien, dit niet kunt beleven. Dus voor degenen die er vandaag voor het eerst zijn, u moet 2 dagen hier zijn om het mee te kunnen maken. 4 minuten vol mag maken, want het eten is belangrijker dan mijn praatje. Dus ik ben zo aan het eind. Ik ben eigenlijk wel opgegroeid met het spreekwoord, als je samen kunt werken, kun je samen ook eten. Er is hier samengewerkt, er is heel veel samengewerkt. En daarvoor nogmaals dank en bewondering. Ook wij als gemeentebestuur zijn verschrikkelijk trots op wat hier tot stand is gebracht en de manier waarop het is gegaan. Dus we gaan nu samen eten. En ik wil u dan ook namens de stichting Volksfeest Bredevoort hartelijk uitnodigen voor deze gratis dienst die u zijn aangeboden. Eet smakelijk en vooral genieten. Dank u wel.
smaakt hij? Smaakt het? Heerlijk. Ja, maar er is genoeg, hè?